eendenborstfilet met noedels en groene kool. Verwarm de oven voor op 175 graden. Snijd de vetkant van twee eendenborstfilets kruislings in, zodat er een ruitjespatroon in het vet ontstaat. Maar net niet zo diep dat je in het vlees snijdt. Vet een ovenschaal van 20 bij 30 centimeter in. Wrijf de vetkant van de filets in met 2 theelepels 5 kruidenpoeder. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de eendenborstfilets op de vetkant 5 minuten op middelhoog vuur. Keer en bak nog 1 minuut op de vleeskant. Leg de eendenborstfilets met de vetkant naar boven in de ovenschaal en zet ongeveer 5 minuten in de oven. Neem uit de oven, dek af met aluminiumfolie en laat nog 5 minuten rusten. Verwijder indien nodig de dikke nerven van 400 gram groene kool en snijd de kool in reepjes van een halve centimeter. Snijd 3 bosuitjes in dunne ringetjes. Verwijder het steeltje en de zaadlijsten van 1 rode peper. Snijd het vruchtvlees fijn. Schil en rasp 3 centimeter verse gember. Verhit 2 eetlepels arachideolie in een wok en roerbak 200 gram gesneden kastanjechampignons 2 minuten. Voeg de kool, gember, bosui, rode peper en 3 eetlepels hoisin woksaus toe en roerbak 5 minuten. Kook ondertussen 270 gram udonnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af. Voeg toe aan het champignonmengsel. Snijd 15 gram koriander fijn. Snijd de eendenborst in plakjes van een halve centimeter. Serveer de eendenborst op de noedels. Bestrooi met de koriander en besprenkel met 2 eetlepels sesamolie. Zo maak je eendenborstfilet met noedels en groene kool.